Ik ben Leonieke Boendermaker. Ik ben lector bij de Hogeschool van Amsterdam. Mijn werkterrein is eigenlijk anders dan jullie werkterrein. Ik hou me bezig met de jeugdzorg. Jullie hebben volgens mij heel veel gezinnen met en zonder kinderen, maar niet per se jeugdzorg. En mijn lectoraat richt zich op de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg voor jeugd. En dat lectoraat is 8 jaar geleden begonnen, specifiek op verzoek van de jeugdzorg. Maar wat ik net al zei, werken aan kwaliteit betekent niet in mijn ogen dat je met een soort receptenboek moet werken. Kijk, in de jeugdzorg heb je, en ik denk dat veel van jullie dat ook kennen, je hebt natuurlijk soms heel specifieke problemen waar je met een heel specifieke aanpak op gaat reageren. Denk aan kinderen met een agressieprobleem. We weten uit heel veel onderzoek dat het dan heel goed werkt om een bepaalde groepstraining of individuele training te doen van 10 sessies met bepaalde ingrediënten. Maar dat is met een heel specifiek probleempje, met een heel specifieke leeftijdsgroep, et cetera. Jullie groep is veel breder. Daar is veel meer aan de hand. Daar werkt zo'n receptenboek niet. Wat daar wel kan, denk ik, als je je werkwijze wil expliciteren en onderbouwen, is een aantal centrale thema's vaststellen met z'n allen. Of een aantal centrale principes. En eigenlijk zijn er al best veel aanpakken die dat hebben gedaan. Ik denk dat jullie dat soort aanpakken ook wel kennen. Je hebt bijvoorbeeld multisystem therapy, functional family therapy, intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Allemaal aanpakken, waar dan ook ter wereld ontwikkeld, gericht op multiproblem doelgroepen waar heel veel aan de hand is en waar dus een receptenboek niet werkt. En in dat soort aanpakken zijn er meestal een aantal centrale principes vastgesteld of een aantal centrale thema's. Zo van, zo werken wij met onze doelgroep. Bijvoorbeeld, wij werken, dat zegt bijvoorbeeld de multisystem therapy, dus ook de MST-therapeuten in Amsterdam, die zeggen van, we hebben een stuk of 8 van dit soort principes. En 1 daarvan is, wij werken positief en zijn gericht op de sterke kanten. Nou, ik denk dat jullie dat herkennen in je werk. Wie van jullie denkt, hé, dat past wel bij ons. Positief en gericht op de sterke kanten van onze cliënten. Is dat iets heel geks? Nee. Dus het is eigenlijk best een centraal ding in jullie werk. Een ander ding, bijvoorbeeld, we zijn gericht op het hier en nu en we zitten in op actie. We zijn ervoor om te zorgen dat die cliënt, dat gezin, waar ik weet niet precies wat alle verschillen zijn waar jullie mee werken, maar dat die mensen in beweging komen. En dat niet jullie eigenlijk aan het trekken en sleuren zijn, maar dat mensen gaan veranderen. Nou, dus onze methoden en technieken zijn daarop gericht. Herkenbaar? Nou, dit zijn 2 voorbeelden van centrale principes van multisystem therapie. En ik denk dat dat soort principes heel goed passen bij jullie werk. En een soort, waar Cynthia op voor pleit eigenlijk in het filmpje, een soort, ja, je zou kunnen zeggen, eenheid van werken kunnen helpen ontwikkelen. Maar die eenheid is dan wel eenheid in verscheidenheid. Want dit is natuurlijk niet een receptenboek. Daar zit enorm veel achter. Daar moet je heel veel voor kunnen. Die T-shaped professional, zeg maar, die hiervoor aan de orde kwam, die zit daarachter, zeg maar. En toch kan je hierdoor met z'n allen blijven werken aan kwaliteit. En er werd net door Selim gezegd van ja, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om de hele tijd alles te verantwoorden. Dat kost veel te veel tijd en mijn tijd wil ik in cliënten steken. Dat snap ik. Maar als je met z'n allen hierop reflecteert, hoe doen we dat bij dit gezin, bij dat gezin? Hoe werken we hieraan als team? Dan ben je bezig je werk te verantwoorden en dan ben je bezig kwaliteit te ontwikkelen. En kwaliteit ontwikkelen betekent niet per se dat je alles in dossiers moet vastleggen. Dus volgens mij kun je heel goed met dit soort centrale thema's of centrale principes ook leren van elkaar. En ja, ik wil eigenlijk benadrukken dat leren meer is dan een training volgen of een workshop hier vandaag of ook door de HVA gegeven. Leren moet echt heel, we weten dat ook uit allerlei onderzoek. Je leert pas als je het echt actief in de praktijk doet. Je leert door meelopen, door reflecteren. Wat doe ik dan aan dat actief maken van mijn cliënten en wat doe jij dan? Je leert door bijvoorbeeld videoopnames te maken en daar met de team eens naar te kijken. Daar zit wel weer voorbereiding aan, dat moet je gericht doen. Ook in een positieve sfeer.
Maar oké, daar leer je heel veel van. Om dat gericht te bespreken met collega's en bijvoorbeeld een coach. En ik denk dus ook dat als Samen Doen werk wil maken van kwaliteit, dat dat eigenlijk betekent dat je de organisatie zo inricht dat het opleidingsbudget niet alleen gaat naar workshops en trainingen, maar juist naar mogelijkheden om in de teams te reflecteren met elkaar. Wat doen we dan? Als dit onze 8 principes zijn, of onze 6, of misschien hebben jullie er wel 10. Wat betekent dat dan in onze gezinnen? En ik heb een videoopname gemaakt. Laten we er eens gericht naar kijken. Dan werk je in mijn ogen aan kwaliteit en doe je aan werkontwikkeling. Leren is ook kijken naar de uitkomsten die je met cliënten behaalt. En bespreken. Herkennen we dit? Hoe verklaren we deze uitkomsten? Wat vinden we daarvan? En wat betekent dat nou eigenlijk voor ons werk? Dus eigenlijk is mijn pleidooi dat je leert in het team om volgens een aantal centrale principes je werk te doen en met elkaar te bespreken hoe doen we dat. Maar dat je er ook een paar tandjes bij doet om kwaliteit te leveren op langere termijn. En dat je ook kijkt naar wie zijn de mensen eigenlijk waarvoor wij werken en behalen we daar de uitkomsten wel van die we willen. En ik denk dat bij jullie de uitkomsten anders zijn dan wat ik gewend ben in de zorg voor jeugd. En dat werd in het filmpje ook al gezegd. Het is soms nodig om heel erg lang te investeren in het contact, om te zorgen dat je daarna iets kan bereiken. Nou, en dat is bij jullie waarschijnlijk veel meer dan in de jeugdzorg, dat je werkt aan welbevinden van mensen of aan dat ze nog iets mee kunnen doen in de samenleving. Mijn aanbeveling is inderdaad dat je echt bij jullie in de teams kijkt. Wat doen wij nou bij wat voor verschillende soorten cliënten hebben wij nou eigenlijk? En wat werkt er dan om de doelen die wij stellen te behalen? Dus hoe doen jullie dat dan? En wat zijn dan goede voorbeelden? En als je dat dan koppelt aan bestaande kennis die er toch ook best wel veel is over multiprobleemgezinnen, formuleer dan een aantal kernprincipes of een aantal thema's of hoe je het ook wil noemen en expliciteer hoe je dan werkt en ook wat je doet en waarom. En volgens mij is het dan, dat sterke merk wordt dan gewoon een wereldmerk. Ik vraag me af, maar dat is even mijn startvraag, of jullie in de Samen Doen teams al niet een aantal inhoudelijke leidende principes hebben. Nou, wat ik een van de principes vind, is dat men ook zelf bewust is geworden van deze principes, de manier van werken. En dat is je eigen kwetsbaarheid. Net zoals je met het huishouden werkt aan kwetsbaarheid, wat al zeer respectvol eigenlijk zou moeten zijn, of is. Dat kom je ook bij jezelf tegen in het team. En dat vind ik wel een van de predicaten wat in Samen Doen gebeurt. Dat een team daaraan werkt vanuit wat er bij jezelf gebeurt.